Muiden speelde een hele zwakke eerste helft tegen tegenstander Harkemaarse Boys. De paas hier van Willem Brouwer. Die komt dan terecht bij Jan Harm Schippers. Die houdt het overzicht. Een goede voorzet en dan is het al na 2 minuten 0-1 via Arjan Hoekstra. Hele goede beginfase van Harkemaarse Boys. Het goede kijken van Jan Harm Schippers. En het goede intikken van Arjan Hoekstra. Nog steeds dan in de eerste helft Harkemaarse Boys. Goeie paas naar de rechterkant. Willem Brouwer dan weer. Dan gaat die bal richting Gerry van der Bos. En dan een goede redding van Gert Abma. En zo blijft het 0 tegen 1. Genemuiden kon in die eerste helft absoluut geen vuist maken. En dat waren de Vriezen die het meest gevaarlijk waren. Zoals hier weer aan de linkerkant van een van die goede spitsen Jan Harm Schippers. Die draait die bal dan het 16 meter gebied en staat iedereen te kijken. En dan gaat hij de bal er zomaar in. Een heel slimmillig doelpunt. Heel langzaam rolt die bal het 16 meter gebied in. Gert Abma denkt dat die bal naast gaat, maar dat is niet zo. En na zo'n kleine 40 minuten spelen is de achterstand van Genemuiden groter geworden. 0 tegen 2. En Harkemaarse Boys blijft dan gevaarlijk. De bal die wordt van richting veranderd en dan zit Gert Abma er wel goed bij. Hij behoeft zijn ploeg voor een grotere achterstand. En kan Genemuiden in de eerste helft dan nog iets terug doen. Misschien hier via André de Boer. De voorzet dan. Het schot van John van het Westeinde en dat gaat net naast het doel van doelman Frans Hettema. En dat is dan ook zo ongeveer de enige mogelijkheid die Genemuiden in die eerste helft krijgt. In de tweede helft dan wat omzettingen in de ploeg van trainer Chris Jansen. En spelen de Genemuidenaren ook wat agressiever. André de Boer hier probeert het heel mooi. Maar die bal mist lengte. Makkelijke prooi voor Frans Hettema. Herman Jansen dan. Dan lijkt die aanval te worden afgeslagen. De slechte paas weer richting Herman Jansen. De voorzet dan is dat Pascal Cohen. En die wordt onderuit gehaald door Frans Hettema. En, zegt scheidsrechter Kamphorst terecht, de gele kaart voor Frans Hettema en een penalty. En er is natuurlijk de technische staf van Harkemaarse Boys het niet mee eens. Pascal Cohen met de mogelijkheid om zijn ploeg weer in de race te brengen. Slap ingeschoten. En ook geen rebound voor Pascal Cohen. En zo blijft de topscorer van Genemuiden op een seizoenstotaal van 17 staan. En het wordt maar kouder en kouder op het sportpark in Genemuiden. Weer Genemuiden in aanval. Wiljan Kattenberg. Richting Pascal Cohen. En dan moet die voorzet natuurlijk komen. En die wordt dan door alles en iedereen gemist. André de Boer niet bij de bal. Dan is het uiteindelijk toch Pascal Cohen die zijn 18e treffer aantekent. 1 tegen 2 en dan heeft de ploeg uit Genemuiden nog een kwartiertje om wat aan die achterstand te doen. Hier mist alles en iedereen. Pascal Cohen, de goaltjesdief, schuift die bal dan langs de paal. Kansen dus voor Genemuiden om toch nog punten mee te halen. De lange trap van Herman Jansen. En dan wordt er overtreding gemaakt op Wiljan Kattenberg. Dat is de vrije trap voor Genemuiden. Zo'n 7 minuten voor het einde van de wedstrijd. Er wordt de muur goed gezet en wie gaat dan die vrije trap nemen? Het overstapje Edmund Meijneer. Goed ingeschoten die bal. En dan is het zowaar 2 tegen 2. En de blijdschap bij Edmund Meijneer. Goed genomen vrije trap. Doelman Frans Hettema volledig kansloos. De Genemuiden wil dan meer, gaat dan in die slotfase aanvallen. We zitten inmiddels in blessuretijd. Beide ploegen lijken tevreden met de puntendeling. Misschien dan nog één keer Harkemaarse Boys. Gerry van der Bos, de voorzet. Het schot van John Wening en dan van richting veranderd. En gaat die bal alsnog langs de verbrouwereerde Gert Abma. Een slimmielig doelpunt natuurlijk. Maar die bal gaat er wel in en zo verliest Genemuiden heel slimmielig van Harkemaarse Boys met 2 tegen 3.